Vandaag gaan we een gerechtje bereiden met varkensvlees van Duroc d'Olive. We hebben gekozen voor een stukje van de bovenbil uit de hesp. Dat is een stuk dat normaal niet zo vaak gebruikt wordt, maar waar toch leuke dingen mee gedaan kunnen worden. We hebben er toen een doos van gesneden van 4 cm dikte. Die gaan we straks kort opgrillen. Maar eerst gaan we die marineren. We gaan een Duroc d'Olive varkenskotta losmaken met een crème van zoete aardappel en een lok van seizoensgroentjes. Hoe gaan we er nu aan beginnen? We gaan eerst beginnen met de crème van zoete aardappel.